reeds geverfde deels een beetje meer speciaal te maken. En ons gaan denk, ons gaan een stencil erop zetten. So, ons gaan niet die donkergrijs wegvat nie, maar ons gaan wel een lichter grijs boe oor verf met een lieflijke mooie teel stencil. Een van die grootste dingen met stencilwerk is je stencil moet niet bewegen nie, en je moet niet te veel verf op jouw roller of je kwast gebruiken. So, je hebt een sponsroller nodig en je stencil en dan verf. Je gebruikt maskeerband om je stencil zelf in plek te houden. Dan gebruik jij je roller en jij rolt dit door die verf. En dan rol jij dan nou hierdie roller se so verf amper heeltemal weer af. Hoe minder kans is daar verf om onder die gleefies van die uitgeknipte stencil te gaan en aan bloeimerke te voorsop. Want dit wil je niet heen. Daar, rol, rol, rol. En dan rol je dit uit. Dan is het ook nogal belangrijk om je stencil af te halen direct nadat je verf hebt. Want als je dit nou daarop los en je trekt het af als de verf klaar droog is, is daar een moeilijkheid dat je echt een beetje van die verf aan die stencil gaan drogen wordt en je een stuk aftrek van die verf wat je nou net gedoen hebt.